Ja, jij zit gewoon voor de eerste keer vliegen, mensen. En wat denk je? Je ziet er goed uit, hè? Ja, nog steeds, hè? Je voelt je echt zo... Deze was ook wel een hele mooie, kijk. Zo mooi. Goedemorgen, dames en heren. Nee, jongens en meisjes. Nee, dames en heren. Goedemorgen, dames en heren. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Vandaag zijn we met Senne. Hey. En de zon schijnt. Yay. Goedemorgen, dames en heren. Welkom weer in een nieuwe vlog. Heel de straat heeft het gehoord. Heel de straat heeft het gehoord. Heel de straat weet dat we de vlog begonnen zijn. Uwe komt er zeker in. We staan hier met z'n drieën bij het mooie kippenhok. En vandaag is een belangrijke dag. Want ik ga vliegen. Ja, jij zit gewoon voor de eerste keer vliegen, mensen. Oh, we hebben al vaak gevlogen, hè? Ja. Echt een standaard routine aan het worden ondertussen. Ik vind dat Gijs moet vloggen. Ja, gaat hij dat doen? Alles filmen. Oké, ik ben benieuwd. Gijs gaat dus filmen en dan moet je wel doorsturen op tijd. Ja, kom morgen online, hè? Ja, we zullen zien, hè? Gezien we? Nee. Ik heb mijn het is prachtig weer om te vliegen. Uit het raam. Ja, het is wel mooi weer inderdaad om te vliegen. Allee, ik weet niet of het in Düsseldorf hetzelfde is, want daar vertrek je, maar. Ja, het is toch al. Het gaat toch niet regenen of zo, of weet ik veel. Ja, ik kan me nog niet eens meer herinneren de eerste keer. Toen was ik echt nog een baby of zo, of een kind. Morgen is het zelfs onweer. En deze nacht heeft het ook gestormd, hè? Ja. Of ja, toch geonweerd. Toen dacht ik nog aan de kippen. Ja, echt waar. Ineens midden in de nacht staat Senne uit zijn bed. Het is aan het stormen, het is aan het stormen. We hadden ons raam open. Dus ik zeg zo, ga het raam gewoon open, dat boeit niet. Jawel, nee, dat moet toe, dat moet toe. Ik zeg, Senne, dat maakt niet uit. Die doet het raam toe, die komt er liggen. De kippen! Ik was het raam in te doen, want ik dacht als het thuis binnen regent of zo. En toen dacht ik ook ineens van de kippen dat ze hier zaten. Maar ja, het hok is stevig genoeg, dus kan niks gebeuren, hè. Ja, zo deed je wel niet. Ja, mijn kipjes, hè. Ja, echt. Zijn gewoon mijn babytjes. Uh-huh. Ik ben gewoon een Gijs 2.0. Hoe warm is het, joh. Ik vind het niet meer leuk. Oh, jawel, ja. Heerlijk. Het is toch zalig. Kijk, daar is Gijs. Ik hoor hem al. In de lucht. Het is bijna zo vijf, hè. Niet meer lang, nee. Gijs vertrekt al binnen 2 uurtjes met de auto. Dat is nu al. Ja, niet? Oh, ja. 2 uur vertrek je toch? Ja. Ik ben echt benieuwd. Je weet ook gewoon niet wat dit te wachten staat. Dat is gewoon het ding. Gewoon het moment als het zo ver is, hoe gaat het dan zijn voor hem? Mijn tante zei dat ik eerst wat bier moest drinken voordat ik ging vliegen. Ja, dat kan. Dat ga ik niet doen. Je kunt op het vliegtuig ook nog steeds bestellen. Er is hem staan. Hey, veel plezier, hè. Hey, bedankt. Ja, ik, kleine jongens worden groot en nemen het vliegtuig nu, hè. Zwaar, man. Gezoffel in de tas. Leren, hè. Stuur een filmpje. En laat me, geef me een roomtour. Ik krijg 12 filmpjes. Veel plezier. Allee, amuseren, hè. Bye. Bye. Zo, dames en heren, jij is even uitgezwaaid, want die gaat natuurlijk vertrekken nu naar het vliegveld. Dat is zo gek, dat je zo op midden van een... Door de week, zo op een woensdag. Ja, dat doen wij ook altijd. Morgen heeft hij een school. We vliegen letterlijk alleen maar buiten vakanties of zo. Goed, Gijs gaat dus vertrekken en wij gaan dus nu ook vertrekken, want er is hier een zomerpark geopend vandaag in de buurt. En Bol kent die mensen, dus we gaan eens een kijkje nemen. Ja, en het is toch echt weer voor een zomerpark. Ofwel gaat het er heel druk zijn, ofwel gaat daar bijna niemand zijn. Ja, het is pas open, 5 minuten of zo. Ah, ja, oh ja, het is pas 5 minuten open, dus we zijn echt de eerste. Dat weet je niet, het zijn mensen echt... Ja, we gaan het zien. We hebben alleszins alweer het dak open, want het is gewoon zalig. Het is gewoon echt... Oh, ik ben zo gelukkig. Sowieso, nu in de zee gaan al die beachbars gewoon open. Ah ja, dat is ook leuk. Dat is ook echt zalig. Moet ook nog eens naartoe gaan. Heel lekkere tapasjes en smoothies. Ja, we zijn er, mensen. Alleen, we twijfelen of we niet te vroeg zijn. Het is nog maar een kwartier open. Is dat raar als we dan nu al binnenkomen? Iemand moet de eerste zijn. Iemand moet de eerste zijn, dat is waar. Maar zelfs mijn haar hier. Het is weer lang aan het worden. Oh, dit is toch genieten. Kijk dan. Oh, zalig. Daar zitten we dan, mensen. Heerlijk. Hier in het zomerbarretje. Kijk, het ziet er hier echt nice uit. Even een kleine sneak peek. Hoe vind je het? Het is mooi gemaakt, hè? Ja, en het is echt chance met het weer. Leuk muziekje. Ja, leuk muziekje. En ik zit hier iets aan het bestellen, want het is met een QR-code. Dus top dit. One eternity later. Zo. We zitten weer terug. We waren zeker niet de enige, trouwens. We zitten weer terug in de auto. We waren zeker en vast niet de enige. We hebben hier super lang gezeten, eigenlijk. Hè? Omdat het echt fijn was. Oh ja, we hebben hier echt een paar uurtjes gezeten. We hebben uiteindelijk ook nog, kwamen nog Sarah en Timo tegen. Sarah die mijn tattoo heeft gezet. Oh, die staat hier benoemd ook. Sarah van de tattoo. Sarah, de tattoo artist. Was gezellig, hè? Ja, hè? Dat was echt fijn.
Heel fijn. En nu gaan we lekker volk aankomen, want dan staat 8 uur open. Er bleef maar volk binnenkomen, inderdaad. Zo mensen, we zijn weer thuis en over mijn tattoo gesproken. Dat velletje of zo, dat plasticje moet er eigenlijk af vandaag. Dus laten we dat gaan doen. En dan ben ik heel benieuwd hoe de tattoo er uiteindelijk uitkomen te zien is. Weer heel goed genederlandst. Dus ik ga dat dus even eraf halen. Oh, wajo. Maar dat plakt ook goed. Wajo. Oké, het ziet er serieus nog heel anders uit als met dit ding erop. Het ziet er iets dunner uit. Kijk dan. Zien jullie dat een beetje? Wajo. Maar wel nog steeds super vet. En wat denk je? Ziet er goed uit, hè? Ja, nog steeds, hè. De haar is ook aan het teruggroeien op mijn been. Met proper handdoek altijd wassen en zo. Ja, ja. Dat doe ik toch altijd? Dat weet je niet. Kijk wat ik hier nog heb, mensen. Besef dit eigenlijk. Dit hier. Oh, fles valt even. Dit hier. Hier zaten onze kippen gewoon eerst in. Besef dan. Zo'n klein doosje. En dan uiteindelijk ook hier nog in. Hier zat een kip in van Gijs. Wij gaan nog even een spelletje spelen buiten, want ja, we hebben niet echt iets gepland vandaag. We zijn net ook al naar de zomerbar geweest en zo. Dus we gaan ons hier nu op het achterste terras zetten. Super fijn dat dit terug kan, hè. Ja. Zo chill. Hier is uw water. En... oei. Oh, is dat leeg. Hier is het spelletje dus. Lekker in het zonnetje. Oh, besef, ik heb nog steeds hier zo... oh ja, hoe kan ik dat nu uitleggen? Hier zo, waar dit is... krampen als ik zo iets vastpak van hier alles af te breken en op te zetten. De kippenhok. Maar oh jongens! Het blijft niet zo warm als vandaag, dus moet je er echt van genieten. Ja, we moeten er echt van genieten. Morgen wordt het nog 24 en dan... wel onweer, ik ben echt benieuwd. Maar dat is pas 's avonds al onweer. Echtje. Ja, ja, dat staat ook op de app. En deze nacht was toch ook, dus... ja, dat heb ik wel gehoord. Maar daarna wordt het dus terug 15 graden even. Maar dan toch terug 19-20. Ik denk oprecht dat jij me niet had wakker gemaakt, dat ik dat ook niet had gehoord. Ja, maar jij slaapt zo diep. Ik zei het in de week al. Ja, maar jij zou beter ook wat dieper slapen. Ja, ik kan dat niet, hè. Hoe moet ik dat? En we zijn weer lekker onderweg, dames en heren, in de cabrio. Oh, en wat gaan we doen? Barbecuen! Barbecuen! Woehoe! Het is echt weer, hè. Het is echt perfecte weer voor de barbecue. En perfect weer voor cabrio, dus kijk, ook een beter auto hebben. Echt zo blij dat het mooie weer er is. Ik denk dat ik het nog niet gezegd heb in de vlog, dus bij deze, ik ben super blij dat het mooi weer is. Ja, hoe is jullie eerste mei gegaan, dames? Heb je wel gezwommen of... dat kan. Wat heb je bij broek? Wel. Maar dat is nog van die rotsen, denk ik. Nee, dat... niks. Ja, inderdaad. Ja, die broek is nooit helemaal hersteld geweest. Voor de mensen die de vlog gezien hebben, dat ik samen met Daan die rots ging zoeken in Spanje. Of ja, die grot eigenlijk, was dat die grot? Die grot. Ja, daar is mijn broek echt gesneuveld. Dus ik moet dus een paar nieuwe broeken kopen, want... helaas. Helaas, ja. Net zoals mijn schoenen nog steeds, moet ik ook nog steeds bestellen. Ja. Dus, doneer allemaal even. Ja, subscribe even en kijk de video 5 keer, zodat ik nieuwe schoenen kan kopen. Ja. Nee, nee. Maar ik moet dat gewoon eens doen, maar ik twijfel ook tussen zoveel schoenen. Want ik wil die nieuwe Balances, ik wil nieuwe Nikes, ik wil gewoon te veel. Ik denk wel dat de Nikes je eeuwig trouw blijven. Ja, toch wel, hè? Die zitten ook zo goed. Ja. Dus ja, misschien toch maar voor de Nikes gaan inderdaad, dat is misschien wel het beste. Wat denk jij dat we allemaal gaan eten? Oh, hier zijn ze aan het krijten. Kijk, het mooie weer en de mensen zijn op straat. Wat we allemaal gaan eten? Ja. Sowieso. Sa, tomaat, ei, wortel, pasta, oh, aardappelsalade misschien. Ik hoop dat er stokbrood is. Ja, dat sowieso, hè. Oh, zo lekker. Barbecue is echt... meestal heeft mama wel genoeg. Gewoon die zomerse vibes. Oh, I love it. Maar... dat is zo'n zomerkar. Weet je wat ik bedoel? Ja. Je hebt wel mensen die barbecuen voor het vlees. Dat zit jij, denk ik. Ik barbecue echt voor de groenten. Groenten? Ja, nee, maar ik kan niet... Ik vind dat een barbecue kan toch niet zonder groenten. Ja, dat is wel, maar... maar als wij dat thuis... een barbecue doen... kan ook niet zonder vlees. Maar ik eet gewoon heel weinig vlees. Ja, ik hou van vlees, dus ik ben super blij dat we gaan barbecuen. Let's go. Ja. Wat gaat je eten van vlees? Alles, alles wat er is. Lily, wat gaan we nu doen? Oh. Lily gaat barbecuen, denk ik. Ik ben even Gijs aan het volgen. Ah, dat is niet meer Gijs. Via de app. Maar ik moet even wachten. Düsseldorf. Ze zijn vertrokken hoor. 5 minuten geleden opgestegen. Ze zit al op 14.000 voet. Hola, spannend. Goed bezig, Gijs. Zinnen? Oh, het ziet er zo goed uit, hè. Heb je het al laten zien? Ik heb het al laten zien. Het ziet er echt top uit. Oh, mooi hoor. In de hangmat. Kijk dan. Ik een morsje zo. Zalig, zo'n beetje wiebelen zo. Ja? Het is alsof je zo op zee zit. Wat je ook eens?
Ja. Ja, kan ja, ik dat ja, aan? Ja. Kan mij dat dragen? Maar fijn, hè, zo dicht kan een al, kijk. Ja. Ja. We moeten ook kunnen. Broer en papa komen zeg, ook waarom? In. Voilà. Toch fijn. Oké, nu gaan we staan een beetje wiebelen, hè. Voilà. We laten maar wiebelen nu. En review? Ja, dat is echt top. Dat moeten wij ook hebben. Thuis. Ja. Maar ik lig niet goed. Zalig. Dat is ook fijn. Zo, je voelt je echt zo... Dat is wel echt chill. Mm-hmm. Oh, dat is wel echt fijn. Geniet ervan. Moeten we echt moet hebben thuis. Oh joh, check dit mensen. Ik rijd er bij een huis. Er staat gewoon een auto in de tuin. What? Dat is wel vet of zo. Een hele tekst op ook. Wajo, dat is wel echt gek. In zo'n hangmat kan ik echt in slaap vallen. Heerlijk. Maar we zijn weer thuis. Takkie gaat er natuurlijk weer op. En dat doen we zo. En voilà, het zit er weer op. Want als het weer gaat regenen of stormen zoals vorige nacht, dan is het niet best als het dak open blijft. Dus die doen we gewoon weer lekker dicht. Voilà. Oh, het is nog steeds zo warm buiten. Zalig. Wow, kijk trouwens die boompjes, hè. Hoe groen en in de bloei zal weer staan. Super mooi. Veel mooier als in de winter natuurlijk, want dan zijn het alleen de takken. Dat is niet zo nice. Hoe denk jij dat het met Gijs gegaan is? Goed, hè? Ja, Gijs heeft natuurlijk zijn eerste vlucht gemaakt en hij stuurde net al van dat het zo vet is wanneer een vliegtuig opstijgt, zo die krachten. Dus ik denk dat hij het helemaal top vond. Geen schrik of zo ook niet, dus. En ik kreeg al mooie filmpjes doorgestuurd, kijk eens, vanuit het vliegtuig. Deze was ook wel een hele mooie, kijk. Zo mooi. Dus ja, Gijs is goed geland in Italië ondertussen. Het regende daar wel, het is ondertussen wel weer gedaan met regenen, maar... Ja, toch zijn BFM hoodie moeten aandoen, zag ik op de foto's, dus. Maar ja, komt hij goed van pas, hè. En zo is het alweer helemaal donker, dames en heren. Kijk eens, ik zie niet eens waar ik loop, ja. Helemaal donker. Nog wel... Nog steeds echt lekker warm buiten. Oh, zalig dit. Nou, de kippen zitten weer binnen. Ik ga ook naar binnen, want we gaan lekker slapen. En zo is het de eerste dag van de maand er alweer op, jongens en meisjes. De eerste dag is alweer om. En wat een prachtige dag is het geweest. Het is niet te geloven, maar ze zeggen dat aprilse grillen en wat is het nog allemaal van april, dat het echt het weer super... April doet wat hij wil. April doet wat hij wil. Dat het weer super onvoorspelbaar is. En dat is ook, want... Ja, we hebben april echt de gekste temperaturen en regen en zon, regen, zon, regen, zon. En nu 1 mei, bam, 24 graden. Let's go. Super nice dus. Dus ik hoop dat het zo blijft. Of toch alleszins, ja, in deze buurt. Maar daar gaan we wel voor. We gaan erop hopen. Dus we gaan sowieso elke dag een stapje dichter naar de zomer. Dat is al één goed ding. Wij gaan nu lekker slapen, want het was vandaag wel verlof. Maar boys, morgen ook gewoon weer school. En dan vrijdag alweer vrij, hè. En dan nog een paar stage dagen, nog 4 weken. En dan zit het er ook alweer op. Gaat nice zijn, hè? Ja, boy is helemaal klaar met stage, wat ik ook wel snap. Ik ben er zelfs klaar mee en ik moet niet eens gaan. Dus. Maar goed, mensen, we checken jullie morgen weer. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Tjoehoe!